Er wordt al zo lang voor vrouwenrechten geknokt dat sommige mannen misschien zullen denken dat zo'n beetje alles wel geregeld is. Maar dat is niet zo. Ik zal een voorbeeld geven. Van de 100 grootste Nederlandse bedrijven zijn er meer topmannen die Peter heten dan dat er überhaupt topvrouwen zijn. En daarom wil D66 een tijdelijk vrouwenquotum. Maar er is meer. Straatintimidatie, geweld achter de voordeur, zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. En zolang dit soort dingen bestaan, blijven vrouwenrechten een politiek thema. 110 jaar geleden vond voor het eerst Internationale Vrouwendag plaats. Dat was enkele jaren nadat duizenden vrouwen de straat op gingen om te protesteren tegen de slechte arbeidsomstandigheden in textielfabrieken. Ruim een eeuw later zijn die omstandigheden dikwijls nog erbarmelijk. We leven nog altijd in een systeem dat armoede, ongelijkheid en uitbuiting in stand houdt. Vrouwen zijn daar vaak de dupe van. Dat betekent dat de politieke prioriteiten niet op orde zijn. Feminisme en emancipatie betekent voor mij breken met het huidige systeem en op naar radicale gelijkwaardigheid. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Maar er zijn ook veel minder vrouwen in die Tweede Kamer. Dus tegen jullie wil ik zeggen, stem op een vrouw. Nederland is op de Global Gender Gap Report gezakt naar een schamele 38e plek. Slechts 35% van de Kamerleden is vrouw. En bij het regeerakkoord zaten 7 mannen en 1 vrouw aan tafel. Dit is de 21e eeuw en de agenda van vrouwen wordt gewoon structureel niet gevoerd. Het is hoog tijd voor een andere politiek die de samenleving en vrouwen eer aandoet. Op dit moment merk je dat inderdaad die onderwerpen niet vaak op de agenda staan. Dankzij de Partij van de Arbeid, Liliana Ploemen, hebben we eerder wel een aantal hele belangrijke onderwerpen geagendeerd, zoals She Decides. Maar denk ook aan het wetsvoorstel recent om de loonkloof en discriminatie tussen man en vrouwen te elimineren. Ook dat kwam van de PvdA. En door een vrouw ingediend. Met andere woorden, het zijn ook vrouwen die vaak dit soort onderwerpen agenderen. En dat is broodnodig. We zien dat de rechten van vrouwen als eerste ondergesneeuwd raken. En waarom is dat? Omdat vrouwen niet vertegenwoordigd zijn of onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de politiek. De mannen kunnen niet op een manier hun verhaal vertellen. En dat maakt dat vrouwen onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Vrouwenrechten staan nog steeds niet voldoende op de politieke agenda. Want als dat wel zo was geweest, dan was er geen ongelijkheid meer geweest. En die is er nog duidelijk wel. Maar wat ik ook een hele belangrijke vind, is dat wanneer vrouwenrechten wel op de agenda staan, dat heel vaak mannen hierover meedoen met de besluitvorming. In het merendeel zijn vrouwen daarin ondervertegenwoordigd en dat moet ook anders. And I'm not frightened. Scared of things, my words they travel through melodies. I'm always